Ja, vrienden, ik reageer eventjes op al die reacties die jullie gestuurd hebben. Naar aanleiding van het videootje van mij over het nieuwe Nederlands. Weet je, over al die rare woorden en zo. Maar jullie vragen dan aan mij vaak van... Hey Harry, maar lees je ook al die reacties dan? Ja, ja. Antwoord is heel simpel, ja. Ik lees ze echt allemaal. En dat vind ik leuk, want wat blijkt nou bijvoorbeeld uit de reacties van jullie, dat jullie je ook storen aan dingen in het Nederlands, in het zeg maar het nieuwe Nederlands. Nou, en al die dingen heb ik even een beetje opgeschreven, zodat, dan hebben we het allemaal bij elkaar. Hè. Waar jullie bijvoorbeeld ook aan storen, is aan dat iemand bijvoorbeeld zegt, echt hè? Ja, dat is echt hè, echt hè? Ja. Echt hè? Of echt wel? Ja, echt wel, echt wel. Ja, dat hebben jullie allemaal aan mij geschreven. Dus dat vind ik dan leuk, dat jullie daar ook mee bezig zijn. Dat ze daar een beetje hetzelfde denken. Zelf kom ik nog op een uitdrukking die me ontzettend hindert. En dat is dan lekker belangrijk. Ja, lekker belangrijk. Wat wil je daar nou mee zeggen? Met lekker belangrijk. Dus dan heb ik iets gezegd, bijvoorbeeld ook in een video of zo. Dan krijg je als opmerking, krijg je dan, oh, lekker belangrijk. Ja, niks is belangrijk natuurlijk in het leven. Helemaal niks. Nee, enige wat van belang is, dat zijn je vrouw, je kinderen, en je gezin en je gezondheid. En de rest is natuurlijk volstrekt onbelangrijk. Dus wat wil je daar nou mee zeggen? Lekker belangrijk. En jullie storen je ook bijvoorbeeld aan een uitdrukking als van... Nou, dan moet ik even parkeren hoor. Dan moet ik even parkeren. Ja, er wordt wat auto gereden in Nederland, vrienden. Ja, er wordt veel geparkeerd. Maar ook aan een uitdrukking als... met alle respect, maar. Ja, die wordt heel vaak gebruikt. In het voetbal ook, ja. Dan hebben ze tegen de tegenstander gespeeld. En ze helemaal niks vinden. En dan wordt er gezegd van... met alle respect hoor, maar. Ja, en dan komt... Eigenlijk is dat de belediging. En daar storen jullie aan. Ja, absoluut. Absoluut. Dat is ook zo'n woord. Ja, dan zegt hij... te pas en te onpas. Absoluut. En ook heel erg is... Hoe dan? Hoe dan? Iemand zegt wat of er gebeurt iets of zo. Hoe dan? Ja, hoe dan? Wat nou hoe dan? Maar het meest opvallende, vrienden, van alle reacties was... dat jullie je verschrikkelijk storen aan het Engels in het Nederlands. Heel veel Engelse uitdrukkingen en woordjes die in het Nederlands zijn geslopen. Bijvoorbeeld nice. Ja, jullie overal hoor je tegenwoordig maar nice... Ja, vroeger zei je gewoon mooi, ja, leuk of wat. Nee, tegenwoordig is het nice. Of oh my god. Ja, dat hoor je ook de hele tijd maar. Oh my god. Of en hebben ze het dan afgekort. OMG, OMG. OMG wordt het dan. Ja, dat komt allemaal uit Amerika overgewaaid, vrienden. Ja, daar kunnen we niks aan doen. Wat denk je bijvoorbeeld van flabbergasted? Ik weet zeker dat een heleboel mensen niet eens weten hoe je moet schrijven. En toch zeggen ze allemaal, ik ben flabbergasted. Vroeger zei je gewoon van, ja, ik sta paf. Of, ja, je bent stom verbaasd. Nee, ze zijn tegenwoordig flabbergasted. En ook zo'n uitdrukking is, dit is nog vreemder eigenlijk. Dan zeggen ze, oh, dat was zo awkward. Awkward. Ook daarvan weten ze niet hoe ze het moeten schrijven. Maar ineens is alles is awkward. En awkward wil gewoon zeggen ongemakkelijk. Maar waarom zeg je... Maar ze hebben er dan ook zo'n beetje... Awkward. Weet je wel, dan geven ze ook nog een beetje een toontje bij. Waarom zeg je niet gewoon ongemakkelijk? En als je dan toch een beetje hip wil doen... En een beetje swingend wil zijn... Zeg dan gewoon van... Het was zo... Ongemakkelijk. Ja, doe het dan gewoon op die manier. Zeg het gewoon ongemakkelijk. Dit was zo ongemakkelijk. Ja, vrienden, daarmee ga ik eruit. Ja, dankjewel voor al je reacties. Hey, ongemakkelijk.